In deze film ga ik het hebben over het maken van verschillende versies. En dat is op zich reuze handig. Ik heb hier een foto en daar wil ik mee aan de slag. Laat ik hem eerst een klein beetje bijdraaien. En uitsnijden naar vierkant. ...en zeggen van dit is mijn basisversie. Ik had natuurlijk het origineel, dat stond een beetje scheef en dat was wat groter... ...maar dit wordt dadelijk de basisversie. En hier ga ik dus mijn allereerste versie van maken. Waar vind je versies? Versies vind je hier in het midden bij dit ja, klokje met teruggedraaid pijltje. Dat betekent namelijk we kunnen altijd terug in de tijd. Als je daarop tapt kom je in deze modus en wat je dan ziet... Je hebt de status zoals het op dit moment is en de versies die je hebt. Nou, we hebben maar één versie en dat is de originele versie. Dus ik wil van deze rechtgezette vierkante versie ook een versie maken. En ik tap gewoon hier op het woord versie maken. Zoals ik daar straks al zei, dit is de basisversie. En als je die maakt, dan komt die erbij als versie. Laat ik vanaf hier even verder gaan. Dus ik tap op het kruisje om een versies te sluiten en ik ga gewoon aan de slag met de foto. Ik doe een aantal bewerkingen en ik trek de verzadigingen eruit. En op deze manier heb ik een zwart-wit foto gemaakt. Stel dat ik zeg van oké, okay, dit is wel aardig, laat ik deze stap ook eens opslaan. Ik wil hier een versie van maken. Dus ik tap weer op versies en ik zeg versie maken. Hij vraagt om een naam zwart-wit 1 en ik druk op maken. Wil ik een andere versie maken van een zwart-wit variant van deze foto, wil ik eigenlijk terug naar mijn basisversie die die heel leuk basisverzekering genoemd heeft. Ik tap op basisverzekering in dit geval en ik druk op toepassen. Nu heb ik die foto weer teruggehaald en ga ik dadelijk weer daarmee verder werken. Ik ga nog even terug naar versies. Want wat ik je wil laten zien als je op de versie klikt, heb je hierboven dus drie puntjes. Als je daarop klikt kun je ook de naam wijzigen. En ik noem deze echt even basisversie. We zitten momenteel dus in deze versie. Ga ik dan terug naar licht, dan kan ik hem verder aanpassen. Laat ik hem wat harder van contrast maken dan net. En laat ik hem net niet helemaal zwart-wit maken, maar een heel klein beetje in kleur. Op zich is dit ook wel aardig. Wil ik ook bewaren. Dus ik klik op versies. En ik zeg versie maken net niet zwart-wit. En ik druk op maken. En je ziet ook die komt er weer gewoon bij. Ik kan altijd nog terug naar bijvoorbeeld de basisversie. Of de zwart-wit versie door te drukken op toepassen. En je kunt gewoon verder gaan met eventuele bewerkingen. Zeg je nou van nee, ik wil die versie van eigenlijk net in uh, net niet zwart-wit. Klik op versies tap op net niet zwart-wit en druk op toepassen. En zo eenvoudig kun je dus verschillende bewerkingen maken van één foto, dat in verschillende versies opslaan en later altijd nog van daaruit weer verder werken. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei.